Alsof profvoetballers al niet genoeg verdienen, weet Ajax-middenvelder Hakim Ziyech nog wat extra centjes te verdienen aan zijn appartement, weet Quotenet. Zij melden dat hij zijn penthouse aan de Gustaaf Malerlaan in Amsterdam in 2016 voor €1,86 miljoen heeft gekocht en er nu €2,7 miljoen voor vraagt. Mocht het slagen, dan heeft hij in nog geen 3 jaar mooi 8 ton verdiend. Het gaat om een penthouse op de 19e verdieping van een appartementencomplex in het centrum van de Zuidas met een oppervlakte van maar liefst 258 vierkante meter. Op deze ene verdieping zijn 5 slaapkamers en 2 badkamers en de woning is van allerlei moderne snufjes voorzien. Het appartementengebouw zelf heeft 2 4/7 beveiliging, maar ook een gym, wellness en zwembad in de aanbieding. Dat is nog eens scoren.